shit! Ik ben terug. We hebben een Starbucks beker van plastic. Dat iedereen toch altijd een drankje in zijn video heeft. Ja, waarom ook niet, hè? Oké, dus yo YouTube, Ace hier met vandaag. Graag video! Oké, dus holy shit, guys. Ik heb zo'n fucking veel inspiratie gekregen na een weekje break te hebben genomen van YouTube. Ik heb geweldige ideeën om video's te maken. Ik heb er weer fucking veel zin in om elke dag up te loaden. Holy shit, we hebben gewoon bijna die 5000 subs. Jongens! Is zeker niet normaal, nee. Godverdomme! Maar in deze video ga ik dus een beetje hebben wat ik allemaal heb gedaan op skireis. En welke video's jullie allemaal kunnen online verwachten van wat ik allemaal heb gefilmd in Oostenrijk. Als jullie mijn Twitter, Snapchat en al die andere dingen in de haten hebben gehouden, weten jullie waarschijnlijk wel dat ik ben gaan snowboarden. En ik had mijn GoPro mee en daar heb ik ja fucking epische shit mee gefilmd. Van feestjes tot snowboarden. Tot trucjes doen met mijn snowboard. Tot feestjes. Het was gewoon een fucking epische fucking reis. En ik hoop dat jullie er evenveel zin hebben om terug naar mij te kijken. Als dat ik er zin in heb om video's te maken voor jullie. Dus jongens, knal die like op die fucking video. Neem nog een slokje van de iced tea. Wat jullie ook nog kunnen verwachten zijn een paar vlogs. Ik heb in totaal 3 vlogs gemaakt. En er is de vlog dat ik vertrek naar Oostenrijk. Een vlog dat ik terugkom naar België. En een vlog omdat het carnaval was en ik ben verkleed gegaan als dinosaurus op de skipiste. Ook had ik gezegd tegen jullie dat ik superveel inspiratie heb. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik een soort van uploadschema heb waaraan ik mij ga houden. Het uploadschema komt ergens in de week online. En dan zien jullie daar wel in hoe dat werkt en al die shit. Maar er is nog één ding die super speciaal is. In de 2 weken ga ik eens livestreamen en waarschijnlijk gaat dat zijn op een vrijdag of zaterdagavond. Die avond ga ik lekker chillen met jullie. Misschien zal ik lekker League of Legends spelen en GTA en Advanced Warfare en alles. Dus guys, dat wordt gewoon, ja, dat wordt ook fucking episch. En ik heb twee speciale dingen in Oostenrijk gekocht of gekregen die ik wel wil tonen aan jullie. Dus 2 nieuwe objecten. Zoals jullie allemaal wel weten had ik een nieuwe skibril, maar die skibril is kapot gegaan omdat ik daarop gevallen. En die skibril was gebroken, dus ik had een nieuwe nodig. Jongens, wat jullie nu gaan zien is de meest epische skibril die je ooit gaat zien in je leven. Je kreeg er zelf een fucking badass bosje bij, echt episch. De prijs van dit ding was illegaal, maar ja, oké, jongens, ja. Dit is hem, jongens. Dit is de fucking epische Dragon X Nike Goggle. Ik vind hem fucking episch. Ik vind hem echt gewoon, hij is gewoon perfect. En nu ziet het er fucking mogol uit omdat ik mijn helm natuurlijk niet aan heb. Maar jongens, echt, deze bril is fucking epic om mee te snowboarden. Het is de beste sneeuwbril die ik ooit heb gehad en ook de duurste. Soms moet je investeren in goede shit, ja, dit was aan. En het andere ding is eigenlijk iets stom, maar ik weet niet, ik wou het al lang hebben, gewoon als, ja, als ding. Mijn stiefpapa, ja, mama, papa zijn gescheiden, heeft gewoon een 10 liter fles Jack Daniels gewonnen. Jack Daniels is whisky en ja, heeft dus 10 liter Jack Daniels gewonnen, is zo'n fucking groot fles. En daarbij heeft hij ook 1 klein flesje gekregen. Guess what? Ik heb het flesje gekregen. Dus nu heb ik hier gewoon, ja, een Jack Daniels fles. Fucking epic. Ik vind het flesje alleen ook gewoon al fucking episch. Die letters en al die shit. Echt gewoon fucking epische fles. Thanks! It will be there nice. Dus jongens, nu dat jullie weten dat ik terug ben, is dat natuurlijk fucking episch. En hierbij ga ik dan ook de video al afsluiten, want ik wil nog de video van morgen opnemen. Dus jongens, like die video, comment, deel dat ik terug ben. Zeg tegen je vrienden, hey yo, Ace is back. Dus jongens, like, deel, comment. Jongens, dan wil ik nog één iets zeggen tegen jullie. I'll be back. Are you?